En de Bermuda driehoek? Bermuda driehoek bestaat niet. Zien, oh, maar dan gaan we toch even zo staan of zo? Nee, maar dat is niet zo handig, want dan zie je andere mensen. Kom, we gaan wel zo staan. Hoi, wil je nog wat vertellen? Dat is best wel een standpunt. Ik dacht door de overheid. En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet. Alles is nep. Man, nep. Dat is gewoon een Nederlander. Ja, die zie je niet. Die zie je niet. Die zie je niet. Die zie je in, oh. Zo, hier kunnen we heel even filmen. Snel, zeg iets leuks. Een zuur verdiende euro. Ja, en het onderwijs, is dat links of is dat rechts? Rechtdoor. Ah. Het is alweer een ander standpunt dan de vorige keer. De vorige keer zei je, het zijn gewoon landen. Landen? Naties. Hoe normaal ben jij op schaal van 1 tot 10? 2. Oh. Maar dan, toen had ik het over deze school, niet zelf het onderwijs. Oh ja. Wat zou je zeggen tegen de onderwijsinspecteur? Kom hier een keertje langs en denk ook aan de rechten van de kinderen. Ja. Ben jij zo'n kind die rechten nodig heeft? Ja. Hoeveel rechten heb jij nodig per dag? Nou, 17 of zo. Als je twee zakjes chips kan kopen, kies je dan de linker of de rechten? Ja, maar misschien vindt hij dat wel helemaal niet leuk. Bram filmt. Gelukkig, hij heeft toestemming gegeven. Ja, Bram, ik heb je ervoor betaald, man. Stem FVD. Ja, Thierry Baudet is wel net zo narcistisch als jij. Ondertussen wordt hier een hele discussie gevoerd over... Ja, dit kan er toch eens niet in. Dan moet ik weer bliepen, weet je. De vorige keer heb ik er zo'n heel watermark in moeten zetten met... Dat kan ook niet. In Nederland moet je tegenwoordig zeggen, oh, ik vind iedereen is gewoon geaccepteerd in dit land. Ja, maar dat is niet zo. Ja, dat is niet zo, maar dat zeggen we wel. Qua je zegt toch ook niet... Je hoeft niet altijd politiek correct te zijn, weet je. Nee, maar dat wordt tegenwoordig wel van ons verwacht. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild om iets wat in je privéleven is gebeurd? Bij mijn zoon. Nee, dat ga ik ook weer bliepen gewoon. Nee, natuurlijk niet. Ik ben even goede clickbait die te aan het bedenken. Dus, misschien toen ik voor het laatst uit de boom viel en mijn been brak of zoiets. Je vloggen die monetize. Dat doe ik altijd, maar ja. Bram, wanneer heb jij voor het laatst gehuild in grappen? Hij zit family unfriendly in mijn vlog. Emily unfriendly. Zeg een paar scheldwoorden. Ik zou dit verwijderen. Gewoon niet gebruiken. Het slaat ook helemaal nergens op. Waarom zou je dit weer vloggen? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, mensen willen gewoon jou nog even zien. Zullen we even een trucje doen? Ja. Ja, een beetje achteruit gaan. Zo, lit. We gaan even springen met de fiets. Ja. Even spring sessies. Oh, lid! Ja, later man. Het is vandaag zondag. De laatste zondag voor de toetsweek. Eigenlijk is het zo dat we de eerste toetsdag gehad hebben. Dat was afgelopen vrijdag. Dat is maatschappijleer. Klinkt waarschijnlijk allemaal heel raar voor jullie. Want het is eigenlijk op dit moment al vakantie. Voor jullie en voor mij. Maar ik heb iets vooruit zitten werken voor deze maand natuurlijk. Mijn haar matcht wel goed met mijn kleding en mijn auto. Stranded in the open. Dried out tears of sorrow. Lacking all emotion. Staring down the barrel. Waiting for the final. Thank you.
dat je zo'n bos echt overal hebt, op de hele wereld. Maar Nederland is eigenlijk het enige land waar dit soort bossen gewoon plat zijn. Dat er gewoon geen relief is in zo'n bos.